Ook Duitsland. Maandag was Dana te gast in het Duitse tv-programma Die Deutsche Schlagerparade, waar ze het nummer Hoe is das Gefühl? Gefühl. Is deze is het gevoel of gevoel? Gevoel bracht. Top dat jullie er ook zijn. We zitten hier in Baden-Baden. Het is hier ongelooflijk mooi. We hebben hier een opname voor de Duitse parade met Dieter Thomas Heck. Met het lied Woos, dat is gevoel. Maar ik wil toch graag zeggen dat wij in Vlaanderen vandaag, waar deze week ook gestart zijn met de nieuwe cd. Geef me je droom. En dat is wel heel belangrijk, want ik verwacht ongelooflijk veel van die prachtige cd. En nu moet ik naar binnen, want ik heb repetitie. Dag. Hoe is dat gevoel? Sie singt Deutsch so, sie spricht Deutsch so, als ob es ihre Muttersprache ist. Und daher kann sie auch die Gefühle gerade in diesem neuen Titel so unglaublich gut transportieren. Es ist eine tolle Interpretin und menschlich ein ungeheuer liebenswerter Mensch. In Vlaanderen is het eigenlijk niet over één dag ijs gegaan, want ik ben eigenlijk in 1989 begonnen met Op het dak van de wereld. En ik weet nog hoe stuntelig ik toen in die periode was, als ik dan nog eens terug opnieuw kijk naar tv. Op het dak van de wereld. Volg je natuur is het mooiste nummer voor mij wat op die cd staat. De cd is ook een beetje autobiografisch geworden, enfin, vrij veel autobiografisch geworden, ondanks het feit dat ik de teksten niet zelf heb geschreven. We hebben weer, zoals eigenlijk in het volgje natuur aan bod komt, weer met een heel groot orkest gewerkt. De productie is schitterend geworden. De tekst spreekt mij enorm aan, omdat ik ook een gevoelsmens ben. En ik ben nogal eerder geneigd, als ik een beslissing moet nemen, om intuïtief te werk te gaan. Eigenlijk meer intuïtief te werk te gaan dan met het verstand te werken. Jou nooit eerder aanschouwt. De beslissing is eigenlijk uiteindelijk gevallen, want we zijn al een paar jaren bezig om de bepaalde datum dat we gaan trouwen vast te leggen. Nu, we hebben nu toch beslist dat het volgend jaar zal zijn. En dat is eigenlijk ook een beetje de hele optiek geweest rond die hele cd, om die rode draad daar ook door te trekken. En we zeggen ook wel altijd, liedjes gaan over het algemeen veel over liefde, maar dat is ook waar een beetje ons leven om draait. Ja, ik weet het nu wel zeker. Jij bent wat ik wou. We hebben ongelooflijk zeer weinig vrije tijd. Maar we hebben wel zo een beetje een afspraak van, kijk, de vrije tijd die we hebben, die we proberen we ook optimaal te benutten en samen te benutten. Dus wat doen we? We gaan eens graag naar de film kijken of we gaan eens lekker eten. Of we proberen gewoon eens genieten van een avond thuis te zitten en met een glaasje wijn. Ik heb nog heel veel dromen natuurlijk, maar het belangrijkste in mijn leven, dat klinkt misschien heel cliché, maar ik wil toch nog altijd, ondanks het feit dat ik het zo druk heb, of dat we het heel erg druk hebben, wil ik toch nog altijd heel erg gelukkig blijven. Nu en dan laat ik mijn dromen leven. Dana's nieuwe Nederlandstalige full CD ligt vanaf deze week bij ons in de winkel.